Welkom bij het tweede uur van Cultuur in Actie. We zitten op 298.619 mensen die al met kunst te maken hebben en aandacht willen hebben voor het feit dat ze ten onder gaan als ze niet worden geholpen door de politiek. Daar komt het op neer. Voorstellingen liggen stil. Nu zijn er weer kleine voorstellingen voor 30 man, niet meer. Musea kun je bezoeken op reservering. Je kan het restaurant in, wat ook een soort kunst is natuurlijk, horeca. En Nortje Helaar zit hier. Gewoon zonder werk. Ja, ik ga het dus heel dramatisch aanpakken, tweede uur. Ja. Zonder werk, zonder iets. Zonder iets, mijn leven. Je bent liftend hier gekomen, want je hebt gewoon geen centen meer om auto te rijden. Nee, zo is het. Ja. To the point. Je speelde in Lazarus. Je zou nog een paar weken... Nou, hoeveel weken zou je nog spelen? Nee, nog best lang. We hadden eigenlijk afgelopen zondag dan de laatste voorstelling gehad. Dus afgelopen zondag? Ja, we zouden nog een hele tour doen. Ja. Ja, mei en we zouden nog naar Rotterdam gaan, Heerlen. We zouden nog een hele tour door het land doen. Dus ja, dat is allemaal niet doorgegaan. En want ik weet nog wel uit ervaring dat wij waren onderweg toen we hoorden dat de voorstelling niet door zou gaan. We moesten in Rotterdam spelen, Hello Dolly, die musical. Was jij nog thuis toen ze belden? Wat gaat die door? Ja, grappig. Ik weet precies waar ik zat. Aan de keukentafel. Maar dat gevoel ken jij denk ik ook wel. Dat als een voorstelling opeens niet doorgaat, waarvan je vanuit was gegaan dat je die s'avonds ging spelen, dan kwam zo'n gek leeg gevoel. Ja. In je lijf, alsof al die soort van lichte adrenaline die zich al aan het opbouwen is, zo ja, niet weet wat je daar dan mee moet. Dus ik voelde me heel leeg en heel raar. En voelde je ook, dacht je ook van dit gaat heel lang duren? Of dacht je nou dat is een weekje en dan gaan we weer door? Ik dacht geloof ik wel vrij snel van oh, dan is het serious business. Dan gaan we dit echt lang niet doen. Ja, ik geloof het wel. En nu hoorde ik van de theaterproducent Albert Vlinde dat Lazarus ligt stil. En ook de andere producties als Tina Turner en Anastasia. Wanneer ga je weer spelen? Ja, ze hopen heel erg dat Lazarus dan in het voorjaar... Er zijn een hoop theaters die het toch wel heel graag weer willen hebben straks in het voorjaar. Dus even voor de mensen die niet weten, Lazarus gaat over David Bowie. Althans, muziek van David Bowie. Ja, gecreëerd eigenlijk door David Bowie. Geregisseerd door Ivo van Hoven. Het is eigenlijk een hele ruige musical met Bowie-muziek. Totaal anders dan, denk ik, de doorsnee musicals die we veel in Nederland hebben gezien. Waar ik overigens ook heel erg fan van ben, daar niet van. Maar het is een ander soort wel. Mede doordat Ivo het geregisseerd heeft. En Jan Verswijfeld, zijn partner, het hele decorbeeld, toneelbeeld heeft gemaakt. Wat altijd heel bijzonder is. Dus ja, het was een hele bijzondere voorstelling om in te staan. En dat merk ik ook wel nu. Ik bedoel, ik heb een heel vol gezinsleven thuis. Dus het is niet dat dat de ruimte niet wordt opgevuld door andere dingen. Maar je voelt wel, dat zal jij misschien ook hebben af en toe, dat je denkt, het is wel een deel van wat je maakt tot wie je bent. Wie je gewoon. Bent en vooral. Je extra zuurstof in dit bestaan. En ook wel, ik vind altijd het leven heeft ook zoveel banaliteit of zo. Net was ik nog thuis allemaal de was dan aan het opvouwen. En dan mis ik het altijd zo. Je man zo. Is natuurlijk heel erg verwond op de set in Duitsland en geweest. En mijn man kan niet meer lopen. Dus het zit allemaal niet mee. Een soort mankenelis heb je in huis. Ja. Nou, het is wel grappig, dat hij facetimet dan heel veel. Ook natuurlijk vanwege onze kleine dochter. En dan zie ik, de heet het dat mondkapje. En dan zie je iedereen om hem heen ook met hele... Ook de man die dan de make-up doet, heeft altijd een soort... We noemen dat lasscherm voor. Ja, en het is allemaal heel gezellig. Het is allemaal super gezellig. Ja, maar even voor de mensen uit Barry Atsma, die is acteur, dat is je man. Die heeft in Duitsland heeft hij een mesteek op. Er ging iets fout. En dan denk ik, mensen, we gaan nou, het is wel op zich wel een grappig verhaal. Want zijn tegenspeelster is nogal schijnt fantastisch te zijn. Maar is wel een beetje een losbol. Dus die heeft eerst dus hem in zijn been gestoken. En die heeft nu er meniscus waarschijnlijk gescheurd. Omdat ze iets te enthousiast is. Die van jou, van je man of haar eigen meniscus? Nee, haar eigen. Oh, gelukkig. Nee, niet dat ook Barry een meniscus. Nee, anders zou ik er meteen gaan opzoeken. Dat nee. Maar dus nu liggen de opnames waarschijnlijk weer een tijdje stil vanwege haar meniscus. Dus het is een goede actrice. Is zij gevaar voor je relatie of niet? Nee, want... Er zit een gescheurde meniscus. Ja, precies. Ze kan niks meer. Hey, even, ik begreep dat je ook de eerste coronafilm hebt gemaakt. Ik heb de eerste coronafilm gemaakt. Ongelooflijk grappig. Ik kan het zeggen. En de film is op gepaste afstand. Ja. Wanneer ben je gebeld? Nou, dat was 2 weken nadat dit alles, dat ik thuis zat of zo. Toen kreeg ik een belletje inderdaad van, nou, toen was het nog allemaal van, we hebben een idee en we zijn heel voorzichtig aan het kijken of er een producent is die dat aandurft. En nou, Amsterdam durfde dat toen ook niet aan als stad om dat allemaal daar te laten draaien. Dus uiteindelijk was Tilburg de stad beschikbaar gesteld. En hebben we dat inderdaad allemaal voor Pathé thuis. Die is uiteindelijk de partner geworden die dat aandurfde.
En dat is wel heel leuk. Het was heel bijzonder om zo aan het werk te zijn met elkaar. En, maar dat heb je nu sowieso wel, vind ik. Ook hier weer, dat ik denk, Oh, mensen die je dan kent, dan voel je wel, oh ja, hier hoor ik bij. Ja, zeg, en ook, en je hebt van ook fases dat je in het begin ben je een, ziet, nou ja, dit is gebeurd. Dan komt er een soort boosheid, dan een soort gelatenheid. Ja. En nu je hier zit voor deze actie, zie je iedereen weer bij elkaar komen. En denk, ja, nou, zo kan het ook. Alleen, wij hebben natuurlijk een probleem in jouw geval ook dat we nog geen contactberoep zijn. Dus dat je nog niet alles kunt doen wat je zou willen doen. Ja, want dat vind ik ook vervelend. Dat je gewoon wel voelt dat er... Dat het, daar hebben natuurlijk heel veel beroepsgroepen last van. Maar we worden ook niet echt gehoord. Er wordt weinig over gesproken, vind ik. Ik zat 2 weken geleden bij Op1 om dan over die film te vertellen. Maar met Antoinette Beumer, die vanuit... die werkt dan bij Videoland als creative baas. Creative god. Om te vertellen over het hele protocol. En nou, ik denk dat we de laatste 3 minuten van die uitzending hebben gekregen. En dat... We konden totaal niet zeggen wat van belang was. Er was zoveel goeds te zeggen. En ook leuke dingen te zeggen over het vak. Wat had je dan willen zeggen? Nou, wat toen heel belangrijk was om te zeggen, was dat het echt vrij eenvoudig is om al bepaalde dingen weer te kunnen doen. Maar dat moet de politiek dan natuurlijk wel al in willen meewerken. Om inderdaad zoiets als zo'n contactberoep er doorheen te krijgen. Maar ik begrijp nog steeds niet dat het contact... Het is toch heel simpel. We letten toch wel op. We kunnen zelf toch wel opletten wat en hoe zijn we gezond. Maar je hebt het natuurlijk nodig. Maar de mensen doen er zo lang over. Ik vind, man, maak er een contactberoep van. Ja, nou, dat willen ze geloof ik nu definitief niet gaan doen. Maar het is nu wachten dan op de testcapaciteit, waarvan we natuurlijk niet weten hoe dat... Dus kun je eerst de telefooncentrale een beetje regelen, want iemand komt door die telefoon heen, die telefoonlijn, als je wil laten testen. Ja, dat las ik dan vanmorgen. Oh ja, okay. In de betere krant. In de Volkskrant? Ja. Oh, ja, ik heb hem nog niet kunnen lezen vanmorgen. Nee, zo druk. Precies. Met het verbinden van die wonden van je man. Ja. En die film is nu te kijken op Pathé Thuis. Die kun je die bekijken nu. Die is te zien. En dat is gewoon heel leuk. Het is ook wel een leuk document gewoon van deze tijd, vind ik zelf. Ja. Ja. Hoeveel ga je tekenen? Ik wil tekenen voor 52 mensen. Omdat die allemaal bij Lazarus betrokken waren. Van muzikanten tot de cast, tot de crew, tot de mensen van het geluid. Hoeveel? 52. 52. Ja. Mag je nog een hele... Je hoeft niet te antwoorden. Oh. Maar ik wil zo graag... Kijk, je bent begonnen met zoektocht naar Evita. Nee, Mary Poppins. Mary Poppins, maar sorry. Dat is bijna hetzelfde. Ook een dictator. Ook een naarwijf. Ja. Sorry. ik sla over. Je gaat zingen. Ik was benieuwd. Hoe oud was je toen? 23. Wat zou je, als je nou kijkt, wat zou je nou tegen haar zeggen? Die 23-jarige, wat je nu bent. Wat zou je tegen die 23-jarige die net voor de finale zit van de zoektocht naar Mary Poppins? Oh. Moeilijk is die, hè? Zoveel zou ik eigenlijk zeggen. Maar vooral dat goed gewoon al genoeg is, denk ik. Ja. Dat ik ben nu moeder geworden, dus dat heeft een hoop met me gedaan. Maar zeker in die tijd kan ik me herinneren, ik wilde het zo graag goed doen. Zo graag goed doen. En ook voor het bedrijf waar ik uiteindelijk dan die rol kreeg. Ik dacht, ik ga laten zien dat het allemaal kan. Dat je en een heel aardig mens kan zijn. En ook nog eens die voorstelling kan trekken iedere avond. En dat wilde ik zo graag. En op de een of andere manier heb ik in die periode altijd gevoeld dat het nooit goed genoeg was. Of zo. Ja. En dat heb ik toen wel heel zwaar gevonden. Dus nu zou ik mezelf een aai over mijn bol geven, denk ik. Ja. En zou je een 23-jarige nog steeds zeggen, doe mee aan zo'n auditieprogramma? Zo'n zoektocht? Ja, dat wel, denk ik. Want het heeft toch natuurlijk... ik vond het toen al eigenlijk verschrikkelijk. Qua vorm waarin het moest gebeuren. En ik heb dat altijd heel eng gevonden. Om dan zo, ook als je zelf de hele tijd naar buiten te moeten treden. En wat ook allemaal van die dingen tussendoor die je moest filmen. En dat je 100 keer moest zeggen waarom jij toch de allerleukste Mary Poppins was. Maar je wil jezelf toch laten zien in dat vak. En dat is dan gewoon de manier. En je manier was echt de omdat... allerleukste Mary Poppins, denk ik, hoor. Zeker. Dankjewel. Ja. We hebben echt toen al van je genoten. Nu gaan we ook nog van je genieten. Je gaat een nummer zingen, Changes. Ja, dat was dus zo'n heerlijk moment in de voorstelling. En het is hier volledig uitgekleed. Ook zonder de zangeressen die normaal meezingen. Ik kijk nu alle mensen waar je net heel erg leuk over sprak. Die zijn allemaal uitgekleed. Allemaal naakte mensen lopen hier rond. Ja. Die alles hebben uitgekleed voor jou. Omdat je Changes kan zingen. Maar toch wil ik het graag zingen. Ja, want het is van blij Bowie. Mee. En het is een hele mooie tekst ook voor deze tijd. Dus en wij zijn heel blij dat je het wil zingen. Uitgekleed of niet. En precies. Daarna ga je tekenen voor die 52 man. Ja.
Okay. We gaan luisteren naar Noortje Helaar met Changes uit de musical Lazarus. Waarschijnlijk volgend jaar maart weer in de betere zalen te zien. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but must see the faker. I'm much too fast to take that test. Turn and face the strange. Don't wanna be a richer one. Turn and face the strange. Just gonna have to be a different one. Time may change me, but I can't trace time. I watch the ripples change their size, but never leave the stream of warm impermanence. And so the days flow through my eyes, but still the days seem the same. Where's your shame? You've left us up to our necks in it. Time may change me, but you can't trace time. Noortje, jeetje, wat goed. Wil je Noortje moet nog tekenen voor de 52 man. Ja, want anders hebben we niks aan je. Dan ben je voor de katse kut hier gekomen. Zeg Noortje, hoe lang is het geleden dat je dit gezongen hebt? 11 maart. Ja, dat voel je ook, hè? Nee, ging heel goed. Nee. Qua vrijheid, je voelt je vrij dan, opeens weer zingen. Oh ja. Oh, nou, dat vind je niet. Nee, heel erg. Oh. Nummer voor dat personage ook. Dus dat is echt, ja, ik mis dat echt wel. Ja, heerlijk. Ja. Nou, het was zo goed. Nou, dank. Ja, graag gedaan. Moet je kijken, zo de zoektocht naar Evita, toen Mary Poppins en nou opeens zie je Changes van David Bowie. Kijk, dus ze gaat het trapje pakken, dan gaat ze voor 52 man gaat ze tekenen.
Dan gaat ze lekker weer naar huis, naar de kind. En dan facetime met een man met een mondkapje op. Precies. Een actrice die een meniscus heeft. Komt hij nou wel uit Duitsland naar huis dan? Nu waarschijnlijk wel. Ja, dat hoop ik wel. Want hij heeft niks te doen daar. Nee. Nou. Elk voordeel op zijn nadeel. Heel erg bedankt, Noortje. Nee, bedankt wel. We moeten door. Ja.